Namens alle geestelijke verzorgers van de NSEZ, welkom bij deze vlog. Deze vlog gaat over het onderwerp onderhoud. Om inspiratie voor de keuze van dit onderwerp toe te lichten, laat ik een kort filmpje van mijn moestuintje zien. Nou weet ik niet of u mijn moestuintje ook als moestuintje kon herkennen en of u tussen al het onkruid ook de bessenstruiken heeft zien staan, want het moestuintje is, zoals u zien kon, nogal overwoekerd. Misschien herkent u het, hoe dat zo gekomen is. Eerst zag ik de sprietjes onkruid opkomen en leek dat allemaal nogal onschuldig en ik dacht van nou dat komt wel een andere keer. En voordat je er erg in hebt, staat het ermee vol en weet je niet meer waar je moet beginnen met aanpakken. En ja, daarom begin je er dan ook maar niet meer aan. Alles wat je goed en mooi wilt houden, vraagt om onderhoud en een zekere discipline daarin. Een mooi stuk daarover staat in het boek van De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry. Het verhaal is een soort sprookje voor jong en oud en bevat sterk filosofische beschrijvingen. Dit is het boek, misschien kent u het. De schrijver schreef het boek een jaar voordat hij in 1944 als vliegenier in dienst van de geallieerden overleed, nadat hij tijdens een verkenningsvlucht werd neergeschoten. De kleine prins, de hoofdpersoon uit het boek, zou van een kleine planeet niet veel groter dan een huis zijn gekomen. Het stuk dat ik nu zal lezen voor u gaat over het onderhoud van de planeet, waar de kleine prins elke dag mee bezig zou zijn. De schrijver die vraagt aan de kleine prins waarom hij een schaap voor hem moet tekenen en waarom hij wil weten of deze ook apenbroodbomen eet. Hij antwoordde: dat spreekt vanzelf, alsof het heel duidelijk was. En ik heb mijn verstand erg moeten inspannen om die vraag op mijn eentje te beantwoorden, schrijft de schrijver. Nu groeide er namelijk inderdaad op de planeet van de kleine prins, net als op alle andere planeten, kruid en onkruid. Dus ook goede zaden en slechte zaden. Maar zaadjes kun je niet zien. Ze slapen binnenin de aarde. Totdat een van hen zin krijgt om wakker te worden. Dan rekt het zich uit en strekt eerst bedeesd een mooi klein onschadelijk sprietje naar de zon toe. Als het een sprietje van radijs is of van een rozenstruik, kan men het rustig laten groeien. Maar als het onkruid is, moet men de plant uittrekken. Zodra men haar herkend heeft. En nu waren er op de planeet van de kleine prins verschrikkelijke zaden. Apenbroodboomzaden. De bodem van de planeet krioelde ervan. Maar een apenbroodboom raak je nooit meer kwijt als je hem niet op tijd aanpakt. Hij beslaat de hele planeet met zijn wortels en als de planeet klein is en er te veel apenbroodbomen zijn, kan de planeet uit elkaar barsten. Het is een kwestie van orde, zei de kleine prins later. 'S morgens na het aankleden moet je zorgvuldig je planeet schoonhouden. Je moet je ertoe zetten de apenbroodbomen eruit te trekken, zodra je ze van een rozenstruik kunt onderscheiden. Want daar lijken ze namelijk erg op als ze klein zijn. Het is een heel vervelend, maar ook wel een gemakkelijk werkje. En op een dag raadde hij mij aan om daar eens een mooie tekening van te maken, om het de kinderen bij ons goed in te prenten. Als ze later eens reizen, dan kan het hen van pas komen. In sommige gevallen is er niets op tegen je werk tot later uit te stellen. Maar met apenbroodbomen komt daar altijd een ramp van. Tot zover het boek uit De Kleine Prins. En ik zal nou een plaatje in beeld brengen. Dat is een plaatje uit het boek. Daar zie je een plaatje van de planeet.
met drie van een kleine planeet met drie apenbroodbomen die te groot zijn geworden. En dat de hele planeet is overwoekerd. En wat ik wel leuk vind, daar zie je een persoon bij die op de planeet staat met een schep. En die veegt zo het zweet van de voorhoofd, ja, omdat hij ze niet meer wegkrijgt. Vergelijkbaar met mijn overwoekerde moestuin. En dat brengt weer terug naar het volgende plaatje van de kleine prins, namelijk over onderhoud. Hier ziet u de plaatjes. Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel het in aanvaardbare conditie houden of terugbrengen van machines, gebouwen, infrastructuur, natuur enzovoort. Om de gevraagde mate van functionaliteit te borgen. Alles wat we willen behouden vraagt om onderhoud. En onderhoud betekent dat je energie ergens insteekt en je er je best voor doet, eraan werkt om iets wat er al is, goed te houden. Omdat wat om onderhoud vraagt er al is en in wezen dus al bereikt is, is het vaak iets waarvan je denkt, ah, dat kan nog wel even zo. En dat is het begin van het laten versloffen. En zo zie ik dicht bij mijn huis mijn moestuintje versloffen en dus overwoekerd raken. Of raakt het thuis na een tijd niet opruimen, zo vol met troep dat het steeds lastiger wordt en de drempel steeds hoger om het aan te gaan pakken. Onderhoud vraagt om kosten en om discipline. En het jezelf soms ergens toe zetten. Zoals net in het verhaal van de kleine prins naar voren kwam. Het is een kwestie van orde, zei de kleine prins later. 'S morgens na het aankleden moet je zorgvuldig je planeet schoonhouden. Je moet je ertoe zetten de apenbroodbomen eruit te trekken. Dus als je onderhoud in een bepaald tijdsbestek, een bepaald seizoen of een vast aantal weken, of een bepaalde dag van de week, een vast moment van de dag, weet te plannen en te integreren, dan heb je de beste kans, ja, dat je mooi bij blijft lopen en, niet de consequenties van achterstallig onderhoud krijgt. En als je aan onderhoud doet, dan maakt het ook nog uit hoe je het doet. Werk je dan zo snel mogelijk je klusje af om klaar te zijn of voer je het aandachtig uit? Wanneer je de normale klusjes die bij het leven horen aandachtig uitvoert en er met je bewustzijn in het hier en nu bij bent, dan kan een klusje zelfs een vorm van meditatie zijn waar je zelf rustig van wordt. Maar zelfs zonder huis en zonder tuin, misschien als u in een woonzorgcentrum woont, hebben we toch nog met onderhoud te maken. Het onderhoud van jezelf, maar ook onderhoud van vriendschap bijvoorbeeld. Want ook vriendschap heeft onderhoud nodig. Dat een vriendschap in stand blijft, als die er is, is niet iets vanzelfsprekends. En omdat vriendschappen en sociale verbindingen met anderen heel belangrijk zijn voor hoe wij ons voelen, zijn hierbij een paar tips die op internet te vinden zijn daarvoor. Nou, een van de dingen die helpen om vriendschap in stand te houden, is dat je attent bent. Laat vrienden merken dat ze belangrijk voor je zijn. Door op een positieve manier aandacht te geven en tijd vrij voor ze te maken. Bijvoorbeeld regelmatig even te bellen, een mailtje of een kaartje te sturen is vaak al genoeg. Als je een beetje verlegen bent, dan kan het wel heel geforceerd voelen om iemand op te bellen om alleen maar even bij te kletsen. En ja, het advies daarvoor is dat het toch het beste is om dat gewoon wel te doen. En dat het dan, als je die stap eenmaal genomen hebt en vaker neemt, dat het steeds natuurlijker gaat voelen om gewoon even iemand te bellen. Een vriendschap onderhouden betekent ook dat je je verdiept in waar je vriend of vriendin op dit moment behoefte aan heeft. Weet je bijvoorbeeld dat er iemand gaat verhuizen, dan kun je of hulp aanbieden of de belangstellend is naar vragen hoe het met de voorbereiding van de verhuizing gaat. Of als iemand een nieuwe relatie heeft, dan kun je vragen van, laten weten dat je blij voor diegene bent. Of vragen hoe het ermee gaat. Een vriendschap onderhouden is een kwestie van initiatief nemen vaak. En initiatief nemen is best wel lastig. Tenminste, het kan lastig zijn. Dan moet je een drempel over. En vaak spreek ik tijdens mijn werk in de woonzorgcentra met mensen die vrij afwachtend zijn.
En ja, wel verwachten dat anderen initiatief nemen. De ander die moet langskomen of moet belangstelling hebben. En ja, dan is er vaak sprake van teleurstelling als dat niet gebeurt. Maar laten we vooral ook zelf erop alert blijven dat we zelf ook attent blijven. En ons blijven verdiepen in waar de ander mee bezig is. En wat die nodig heeft. En hoe we op onze eigen manier er ook voor anderen kunnen zijn. Nou, zelf merk ik dat ik soms ook vriendschappen wel laat versloffen. Want regelmatig blijft het sturen van een verjaardagskaart bij een plan wat uiteindelijk helemaal niet wordt uitgevoerd. Dus dan heb je wel aan iemand gedacht, heel lief, maar uiteindelijk merkt diegene daar helemaal niks van. Of dan koop ik een kaart en dan schrijf ik hem, maar dan blijft hij liggen bij de stapel van dingen die ik nog moet posten. En dan is die verjaardag al lang voorbij en dan post ik hem maar niet meer. Dus dan blijft het erbij. En als ik mensen een tijd niet gesproken heb, dan merk ik dat de drempel om daar overheen te gaan, om gewoon zomaar eens te gaan bellen, ook wel steeds hoger wordt en dat het daar dan ook bij blijft. Herkent u daar iets van? Of bent u misschien juist iemand die heel gestructureerd en gedisciplineerd is en alles, alle contacten, maar ook andere dingen goed onderhoudt? En wie moet u misschien voor uw gevoel nodig is een kaartje sturen of een keer opbellen? En doet u dat dan ook? Of blijft het erbij? Laatst heb ik dan toch eens 2 kaarten geschreven en direct dezelfde dag gepost, zodat het er een keertje niet bij zou blijven. En waarempel op beide kaarten kreeg ik al heel snel een hele leuke, enthousiaste reactie terug. Door achterstallig onderhoud moet je soms even heen bijten en er dan toch zomaar eens aan beginnen. En dan kan het nogal eens een waardevol resultaat opleveren. Weer terug naar de moestuin kunt u hier zien dat dat wat achterstallig onderhoud heeft gehad en overwoekerd is geweest, soms toch nog verrassend goed vrucht kan dragen. Graag wil ik deze vlog afsluiten met Mintoentje. Een gezellig en voor veel mensen bekend lied in het Gronings, helaas niet in Drents hier, maar wel in het Gronings van Ede Staal, over het geploeter in de tuin. Ik wens u een goede oogst van uw onderhoudsinspanning. Mien wijk schilderbom, die kom zo slecht op, en de sputters vreed daar binnens op. Mien vrouwen stonden, en mien sloot schudalde, als zo deur uit, dan wordt dat een strop. Mommy toentje, ja dan is ik nooit geen, er is altijd die verdossie voor mij. Mien wijk schilderbom, die kom zo slecht op, en de sputters vreed daar binnens op. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lapje grond? Wat is beter dan de kunstmis? Ja, dat wij die daar stront. Van een peer en een kou, bij mijn oln ook de beer. En als wie omsneden, ja, dan zong wie maar weer. Mijn wijk schilderbom, die kon zo slecht op. En de sputters vreed daar binnens op. Reterijen, de warrels en de eer bij nonne troeps. Bazenbon onder de loezen en de slak lag miuut. Tuteltoon en grijzooi, pijappe baard maar een keer. Wat as of wat zo, en die zing ie maar weer. Mien wijk schilderbon, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed daar binnens op. Mijn vrouwen stonden en mijn sloot schudalde. Als zo deur gaat, dan wordt dat een strop. Mommy toentje, ja dan mis ik nooit meer. Er is altijd die verdossie voor mij. Mijn wijk schilderbom, die kwam zo slecht op. En de sputters vreed daar binnens op.
Ik heb Spinozi, ik heb Rokknal, ik heb radies en ramenas. Ik heb andivi en augurken en tomaten in de kas. Ja, zo komen we met z'n allen de winter wel door. En dan komt Jord en gaat de kopter weer vuur. Mijn waldschilderboom, die kwam zo slecht op. En de splitters vreden abends op.